Een hele goede morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst de beste wensen voor dit nieuwe jaar. En vandaag staat in het teken voor het Adoptie Tips and Tricks webinar. Ja, de eerste van 2023. De eerste. Meteen ook de leukste, heb ik begrepen. Dus, ja, jij bent erbij, dus dan is het altijd leuk. Zeker. Hey, waar gaan we het over hebben vandaag? Wij gaan een hoop bespreken in een uurtje. Eerst even tijdens het webinar kan je je vraag stellen in het vragen en antwoord venster. Stel ze in de chat, dan komen ze bij ons naar voren en dan ga jij ze in de gaten houden volgens mij. Ik hou ze in de gaten. En mocht je na het webinar nog vragen hebben, onze e-mailadressen staan nu voor jullie in beeld. Dus stuur ons gerust een mailtje of chat eventueel met ons. Ja, maak eens kies wat je volgens doel op Teams en stuur ons een chat, stuur ons een e-mail. En dan kijken of we je vragen kunnen beantwoorden. Wat we vandaag in het webinar met jullie gaan delen, zijn de volgende onderwerpen. Dat is echt een flinke mooie lijst. Volgens mij hebben we ook echt wel wat gave tips op een rijtje. We beginnen met een stuk over de belangrijkste aankondigingen. In ieder geval wat wij denken aan handige tips voor gebruikers rondom Microsoft Ignite. Dus dat is een event van Microsoft. We gaan het hebben over Microsoft Create, Microsoft 365, de wijziging naar Microsoft 365, bookings, forms en een hele lading aan Teams tips. Dus wat mij betreft gaan we er gewoon meteen maar mee starten. Zeker. Goed, allereerst de belangrijkste aankondiging van Ignite. Ja, Ignite is natuurlijk een jaarlijks evenement vanuit Microsoft om de nieuwste aankondigingen voor de komende periode letterlijk aan te kondigen. En daarin hebben wij eigenlijk even gekeken van oké, wat zijn de meest belangrijke aankondigingen daarin? Heel veel kondigen ze aan. Ja, het is echt niet normaal veel wat daarin gedaan wordt. Ja. En het is voornamelijk heel erg technisch natuurlijk, van wat gaan wij technisch updaten aan onze producten en diensten. Maar wij hebben voor jullie een drietal aantal, ja, de belangrijkste aankondigingen daaruit getrokken. Dus die gaan we nu met jullie behandelen. Allereerst Microsoft Teams Premium. Dat is een nieuw product bovenop de bestaande Microsoft Teams, wat wij nu al allemaal kennen. En eigenlijk gaat dat een tal van aanpassingen dan wel toevoegingen bieden aan de bestaande Microsoft Teams. En met name op basis van AI, dus kunstmatige intelligentie. En als eerste wordt daar de intelligente samenvatting wordt daar gedeeld. Aan de rechterkant op het screenshot zie je het al. Op basis van het gesprek wat je hebt tijdens een vergadering, zal er automatisch voor jou bepaalde taken en dergelijke worden aangekondigd. Dus op basis van wat wij vertellen tijdens zo'n vergadering. Als ik bijvoorbeeld tegen Elroy zeg, dan wil jij X of Z doen, X, Y of Z. Nou, dan pakt AI dat automatisch op en die stelt dat eigenlijk al naar aanleiding van de vergadering aan jou voor. Van, zijn dit taken die jij wil doen? En die kan je dan accepteren, weigeren, et cetera. Ja, super handig. Dus je hoeft dat nooit achteraf meer zelf in te typen. Hij zegt gewoon van, hey. Ja, dat doet hij ook standaard uiteraard met de meeting notities. Dus de notities die je doet, daar hoef je niet meer te notuleren. Maar dan aan de hand daarvan pakt hij ook automatisch de to-do'tjes eruit. Ah, wat slim. Ja. Met recht een intelligente aanpassing. Ja. En dit is best wel een lang gekoesterde droom, denk ik, voor velen. Op het moment dat je een meeting niet hebt bijgewoond, je kon er niet bij zijn, maar hij is wel opgenomen. Nou, als je mazzel hebt, is het een meetingopname van een kwartiertje. Nou, daar heb je dan nog wel de tijd voor. Maar stel dat je een uur of twee uur moet doorakkeren. Ja, dan is dat best wel veel als jij één of twee onderwerpen daaruit wil pikken. Ja. Nou, wat Microsoft Teams met Premium gaat doen, is dat zij hoofdstukken automatisch gaan toekennen aan de video. Ah. En daardoor kan je dus heel gemakkelijk en snel richting een bepaald onderwerp die besproken is. En ja, daardoor kan je efficiënter je tijd indelen. Hebben we dat ook voor deze meteen aanstaan of hebben wij nog geen Teams Premium? Nee, Teams Premium is ook een extra additionele licentie eigenlijk, ah, ja. die de organisatie dan dient aan te schaffen. Ja. En uit hoofd is het medio februari dat live komt. Ah, oké. Voor het volgende webinar dus. Ja, gaaf. Microsoft Designer, ja, dat wordt een heel nieuw product. En wat Microsoft Designer doet, is eigenlijk ook weer op basis van AI.
Op basis van ideeën die je hebt, die kan je intikken. Ik weet niet of, of het plaatje het gaat doen. Zou je dat willen proberen? Die doet het dus denk ik niet. Mag je één keertje terug. Op basis van AI, dus op basis van wat jij intikt in de sheet wat je hier aan de rechterkant ziet, zal die automatisch enkele zaken voor je gaan genereren. Dus plaatjes op basis van tekst. Zet hij dat om in een creatief plaatje. En daardoor kan je heel makkelijk en snel eigen designs en dergelijke maken. Nou, mocht je daar nieuwsgierig naar zijn, er is een wachtrij op dit moment open. Ik heb me al een tijdje geleden aangemeld. Ik ben er nog steeds niet doorheen, dus ik ben wellicht de eerstvolgende. Jij wel? Ja, het werkt ook al. Ja. Wauw. Ja. En hoe heb je het tot op heden ervaren? Ja, het is wel echt heel gaaf. Ik vind sowieso dat 2022, 2023 is echt het jaar dat we in AI enorme echt toepassingen zien. Dus jarenlang is er over gesproken, want dat wordt een nieuwe... Ja, dat wordt een nieuwe ding. En nu zie je steeds meer toepassingen. En het is sowieso heel grappig om gewoon met tekst iets voor te stellen van... Hey, maak een banaan met een hamster die daar aan het vliegen is door de ruimte. En dan maakt hij daar gewoon wat van. En het gave van design is dat je dan ook meteen kan aanpassen. Dus ik vind het heel erg leuk. Leuk om mee te spelen, mee te stoeien. En volgens mij een hele makkelijke manier om snel designs te gaan maken. Ja. Zeker. En je hoeft geen Photoshop skills meer te hebben om het zelf te kunnen doen. Nee. Dus simpel en snel met een omschrijving of inderdaad een idee. Met een vliegende hamster als voorbeeld. Dan kan je dan inderdaad het een en ander gaan designen. Ja. Meld je aan designer.microsoft.com. En het is even afwachten wanneer je er doorheen komt. Ja, sommigen moeten iets langer wachten dan de anderen. Maar... Ja, je hebt altijd baas boven baas. Goed, volgende. Dit is het trouwens met betrekking tot het gedeelte met betrekking tot Ignite. Dus er is natuurlijk heel veel aangekondigd, maar dit zijn de drie items waarvan wij dachten van dit willen we echt met jullie delen. Dit is super gaaf. Ja. En dan gaan we nu verder met de rest van het onderwerp. Ja, nou, en daar zitten ook heel veel leuke nieuwe dingen in. En een van die nieuwe dingen die speelt eigenlijk wel weer samen met hetgene wat we net hebben besproken over designer. En dat is Microsoft Create. Nou had je al heel langere tijd heb je de mogelijkheid om met templates te gaan werken binnen Office. Dus stel dat je in Excel iets nieuws wilde doen of in Word, dan had je altijd het mogelijkheid om een template te kiezen. En wat Microsoft nu aan het doen is dat eigenlijk allemaal aan het samenvoegen op één platform. En dat platform heet Microsoft Create. En op dit moment is dat een preview die je kan vinden. En daarin vind je eigenlijk een hele lading met templates die je kan gebruiken voor bijvoorbeeld PowerPoint, Excel, maar ook voor Forms en Designer dus zometeen. Dus dan hoef je niet eens meer een tekstje in te tikken, maar dan kan je gewoon beginnen vanaf een template en daarop verder te gaan. Zover ik kon zien, ik heb me hier ook weer voor aangemeld, is het voornamelijk nog gericht op social media posts. En lijkt het een beetje op concurrenten van Microsoft op dat gebied, dus een Canva of andere tools. Maar zeker een mooie start. Hoe kom je daar dan? Je kan naar de website create.microsoft.com. Daar log je in en dan ga je vervolgens kan je gewoon kiezen voor een template waarmee je aan de slag wil gaan. Nou, en zoals je in het filmpje ziet, heb je eigenlijk allemaal mooie templates die je kan gebruiken. Voor bijvoorbeeld een Instagram post of de banner van een mooie webinar, iets in die richting. Ja. Gaaf, leuk om een keer te proberen. Zeker als je geïnteresseerd bent in designer, kan dit een mooie toevoeging zijn. Eigenlijk een hele grote bibliotheek met allerlei templates die ze daarin aanbieden. Ja, super tof. Ja. Ja, 2023. Het wordt er al een tijdje, als je inlogt op het Office portaal, wordt er al een banner getoond. Maar 2023 is het jaar dat we, of dat Microsoft, Office 365 gaat hernoemen naar Microsoft 365. Nou, ze deden dat al een tijd lang, maar ze willen nu echt die overstap gaan maken om af te komen van de naam Office 365.
Ja, en wat mensen eigenlijk meteen als schrikreactie hadden. Oh, ga ik mijn Office verliezen? Ga ik geen Word, PowerPoint, Excel meer hebben? Nee, dat is niet het geval. Ze laten alleen de naam Office laten ze vallen. En dat heeft er mede mee te maken omdat je met de nieuwe moderne werkplek natuurlijk veel meer hebt dan dat. En ze willen het graag onder één paraplu laten vallen. Ja. Dus vandaar dat het is hernoemd naar Microsoft 365. Ja, ik denk dat het ook voornamelijk is om die discussie een keertje kwijt te raken. Dat als je ergens langskomt en je gaat het over Office 365 hebben, dat je moet zeggen, het is meer dan alleen Word, Excel, PowerPoint. He? Dus ik denk dat ze daar gewoon een keertje klaar mee waren. Absoluut. Ja. En dachten van, we gaan het hernoemen. Wat betekent het nou? Nou, voor nu, de komende tijd, betekent het dat het voornamelijk een naamswijziging is en dat er een nieuw logo is. Nou, het nieuwe logo zien we nu in beeld. Als je naar het online Office portaal gaat, dan ga je naar Microsoft365.com. Nou, ja. Als je Office.com intikt, dan kom je er ook nog steeds, dan word je doorverwezen. En wat je zal zien in 2023 is dat zowel de online portaal als het desktop portaal, als de apps die je op je telefoon hebt, allemaal hernoemd worden, dat nieuwe logootje krijgen. En ik denk dat ze van daaruit nieuwe functionaliteit gaan toevoegen. Een van die nieuwe functionaliteiten wil ik wel al even eruit pikken. Het is er eentje die eigenlijk al beschikbaar was in het Office portaal. Maar die vond ik wel heel leuk om een keertje toe te lichten. Is er eentje die ik veel gebruik? Dus ik dacht, nou, ik zet die er gewoon tussen. En dat is snelle toegang. En wat is dat, snelle toegang? Nou, snelle toegang is een makkelijke manier om op het portaal van Microsoft 365 direct overzicht te krijgen in je bestanden die je hebt. Het is wel heel erg leuk, want als je dus naar het portaal gaat, dus je gaat naar Microsoft365.com, dan log je in. En dan heb je, dan zie je vaak een bak met voorgestelde documenten. En aan de linkerkant heb je natuurlijk je apps staan. Mm-hmm. Maar daaronder staat snelle toegang. En ik zie dat mensen die vaak overslaan, dat is best wel zonde. Want je hebt daar tegenwoordig ook van die tapjes die je kan toevoegen. Nou, wat kan je daar allemaal doen? Je kan daar bijvoorbeeld een tapje toevoegen dat je recente PowerPoints zal zien. Of recente Word-bestanden. Of bijvoorbeeld gedeeld, zoals in dit voorbeeld, door een van je collega's. Dus dit zijn eigenlijk alle bestanden die Kilian met mij heeft gedeeld. Nou, op die manier kan je snel een overzichtje krijgen in je bestanden die je opgeslagen hebt in Microsoft 365. Ja, en dat alles met als onderliggend idee dat je sneller bij de bestanden komt waar je vaker in samenwerkt of überhaupt aanwerkt in je dagdagelijkse werkzaamheden. Ja, ja, super tof. Je hebt die aanbevolen heb je natuurlijk bovenaan staan. Ja. Dus dat is eigenlijk op basis van wat je collega's bijvoorbeeld doen en wat jij zelf eventueel aan kan deelnemen. Ja. Maar daarnaast die snelle toegang. Ja, ik vind het super fijn om heel snel richting de bestanden te kunnen waar ik vaak mee samenwerk. Ja, niet meer de ellenlange mapjes doorakkeren, maar gewoon makkelijk. En dan verkeerd zijn en dan weer teruggaan naar de eerste mapje. Ja, ja, ja. Ja, ook nieuw is Bookings met mij. Ja, klinkt een beetje gek, maar ik denk dat het meer een beetje Engels vertaald is. En wat is dat dan? Nou, het bestond al een tijdje, maar ze hebben het wat makkelijker gemaakt en wat eenvoudiger gemaakt om een eigen webpagina met Bookings te maken. En wat kan je daarmee? Je kan daar een pagina maken waarin externe of collega's een vergadering met jou kunnen plannen. Op basis van jouw beschikbaarheid in je Outlook agenda. Dus eenvoudig als je nou, dit is weer even de online manier, hè. Dus we gaan naar Microsoft 365 en je gaat naar de online versie van Outlook. Ga je naar je agenda en dan zal je zien, als dat al beschikbaar is in jouw tenant, dan zie je een knopje onder agenda toevoegen met reserveringspagina bewerken. En dan kom je op een nieuwe pagina, een nieuwe website. En daarin kan je een eigen pagina maken met de mogelijkheden om te reserveren. En je maakt dus echt reserveringsvlakken. En je kan aangeven hoe lang ze dan kunnen reserveren. Op welke dagen ze kunnen reserveren. Dus ideaal als je bijvoorbeeld een eigen bedrijf hebt. Of als je een consultant bent die de klanten wel zelf wat meer mogelijkheid wil geven om te gaan boeken. Of jij bent een kapper, dat kan ook natuurlijk. Hè? Die maken ook gebruik van Microsoft 365. Dan kunnen ze gewoon zelf inboeken. Dus
Ja, zeker een gave mogelijkheid. Ja. Ja, tof. En het is eigenlijk gewoon een kleine variant of een wat efficiëntere variant van Microsoft Bookings, die we natuurlijk al kennen. Waarbij je als organisatie kan zeggen van joh, schrijf je in voor bijvoorbeeld een sessie of inderdaad de kapper. Ja. En dit is meer op persoonsniveau. Ja. Dus stel dat wij bijvoorbeeld, nou ik wil met een klant een afspraak maken, maar we komen er niet helemaal uit qua dagen en agenda's naast elkaar leggen, zou je bijvoorbeeld ook zo'n linkje kunnen delen met die persoon. Ja. En die kan dan lekker zelf kiezen wat hem of haar uitkomt. Ja. Tof. Ja. Microsoft Forms. Ja, daar hebben we een update voor. En een van de mogelijkheden waar je voorheen Microsoft Forms gebruikte om bijvoorbeeld enquêtes en dat soort zaken uit te sturen naar bijvoorbeeld klanten of je collega's, is er ook een mogelijkheid om Microsoft Forms te versturen richting een team. Oh ja. Dus dan hoef je niet meer standaard iedere persoon op te voeren in het systeem, maar je kan gewoon zeggen van dit team wil ik heel graag een Microsoft Forms toesturen. En dan wordt meteen het hele team wordt daarin vermeld. Oh ja. En op die manier kan je heel makkelijk eigenlijk het gehele team daarin faciliteren om het Forms in te gaan vullen. Nou, hoe je dat doet, is eigenlijk binnen een Forms heb je de optie om antwoorden te verzamelen. En daarin kan je dus het team daadwerkelijk invoeren. Vink daarvoor eventjes rechts onderin, zoals je op het screenshot ziet, Teams aan. En klik vervolgens op verzenden. Nou, hoe dat eruit gaat zien is dat je daarboven kan je nog extra tekst en uitleg geven. Dus in dit geval is het een test letterlijk die ik heb aangemaakt. Die ik wil delen met Digitaal Vitaal, ons team. En daarin staat een tekstje begeleidend daarbij van wil je hem even invullen, je hebt tot dan en dan de tijd. Ja. En vervolgens als je op verzenden klikt, dan mag jij op de volgende knop drukken. Dan ziet dat er als volgt uit binnen het team. Dus er wordt gewoon een post geplaatst in het kanaal. En dat is letterlijk de tekst die ik zojuist heb opgegeven binnen Microsoft Forms. Ja. En iedereen kan eigenlijk direct op de knop drukken om het formulier in te vullen. Ja, handig. Dus je kan. En kan je het ook met meerdere teams delen, dat je weet? Of ja, gewoon, dat kan ook. Okay. Ja, zeker. Ja. Dat maakt het wel heel makkelijk om een lekkere enquête te doen. Handig. Absoluut. Andere toevoeging daarbij is een timer. Ah, ja. Voorheen was het zo dat je inderdaad een Forms kon sturen naar iemand, een formulier. En die kon gewoon lekker het doen wanneer het hem uitkomt of haar uitkomt. Verzenden wanneer het diegene uitkomt. Nou, er is nu een mogelijkheid om een tijdslimiet in te stellen. Dus daarin geef je dan bijvoorbeeld aan dat je bijvoorbeeld een half uur of een uur de tijd hebt om bepaalde vragen en antwoorden in te geven. En op basis daarvan kan je bijvoorbeeld als je in het onderwijs zit en je wil je studenten wil je een quiz laten invullen. Nou, je hebt 30 minuten de tijd. En daarna wordt het ook automatisch opgeslagen en is het niet meer mogelijk om dingen te wijzigen. Mooi even de druk opvoeren. Dus. Even de druk opvoeren, even snel. Ja. Ja. Nou, hoe je dat doet is binnen een vorm kan je onder instellingen het vinkje tijdsduur instellen. En dan geef je ook daadwerkelijk het aantal minuten in dat een persoon de tijd heeft om het formulier in te vullen. En als je nog een keer een klikje doet, dan zie je hoe dat eruit ziet voor de personen die dat willen gaan doen. Nou, je ziet al aan de linkerkant, geeft hij al een aankondiging van let op, dit is een getimed formulier. Dus dat houdt in, je hebt 30 minuten de tijd. Nou, zodra ik op starten druk, zie je aan de rechterkant zie je de tijdsbalk bovenaan. Oh ja. En die loopt ook langzaam af. Oh ja. En hij geeft ook tekst en uitleg in de introductie van let op het moment dat de timer afgelopen is, worden alle gegevens opgeslagen en kan je dus niet meer wijzigen. Oké, okay, ja, dus dan is het ook echt klaar. Geen do-overs. Nee, nee. Oké. Okay. Ja. Microsoft Teams. Volgens mij is het volgende blok is voornamelijk Microsoft Teams die we gaan behandelen. Ja, we moeten natuurlijk beginnen met de preview van de nieuwe Microsoft Teams. Toch? Ik denk dat een van de belangrijkste dingen wordt in 2023. Nou, misschien heb je het al gezien. Sommige tenants hebben hem al, sommige niet. Ik heb wel gemerkt dat het is een beetje
het is een beetje random, hè? Wie dat schuifje krijgt en wie niet. Ja, hij wordt inderdaad uitgerold en het is echt afhankelijk van wanneer krijg je hem toegevoegd. Ik had op een gegeven moment een discussie intern in ons team ook. Ik heb de laatste updates, ik heb dezelfde update als Elroy, maar ik heb de functie niet. Het is heel willekeurig dat het wordt aangeboden. Het mooie is met Microsoft Teams is dat eigenlijk Microsoft het van scratch af aan weer heeft opgebouwd. Ja. En daarmee er eigenlijk voor wil zorgen dat de betrouwbaarheid en de snelheid van Teams wordt verbeterd. Ja, het was voornamelijk snelheid, stabiliteit en overzichtelijkheid was volgens mij het doel. Ja, het mooie van ontwikkelen in de cloud is dat ze steeds vaker ook een preview laten zien. Hè? Dus dat je alvast mee aan de slag kan, kan Microsoft ook kijken van hey, wat gaat er goed, wat gaat er minder goed. En op die basis van die informatie kunnen ze weer verder gaan ontwikkelen. Echt op een nieuwe manier ontwikkelen. Dus daar zijn ze nu mee bezig. Mocht je dus uitgekozen worden door de goden van Microsoft om dat uit te gaan proberen, dan zie je linksbovenin, krijg je een schuifje. Als die nog niet aan staat, dan is hij grijs en dan ziet het nog als de oude manier uit. En als je die aanzet, dan gaat die het doen. Wat belangrijk is om te weten is, je kan hem ook altijd weer terugschuiven. Dus als je denkt van nou, het werkt toch niet lekker om wat voor reden ook, je kan hem terug. De belangrijkste wijzigingen die we tot nu toe hebben gezien is inderdaad stabiliteit, performance, het is sneller schakelen, tussen organisaties en tussen accounts. Dus dat hebben ze mooi gemaakt. Het is een wat frissere blik, hè? Het is wat minder dat paarse, maar meer gewoon echt een licht thema. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die we tot nu toe hebben gezien. Een van de belangrijkste ontwikkelingen, die heb ik apart gemaakt op het volgende tabblad. Dat is namelijk dat ze ook de kanalen een opfrisbeurt hebben gegeven. Dat noemen ze kanalen 2.0. Zodra je dus die preview gaat aanzetten van Microsoft Teams, dan krijg je die ook meteen voor je kiezen. En wat is dat dan? Nou, ze hebben eigenlijk gekeken naar de kanalen en bedacht van oké, hoe kunnen we nou dat wat frisser maken, wat beter maken. En eigenlijk hebben ze een aantal dingen vernieuwd. Ze hebben de vormgeving een beetje vernieuwd, dus het was wat frisser. En ze hebben de volgorde omgegooid. Dus in plaats van dat je helemaal beneden het eerste bericht ziet, heb je nu bovenaan het nieuwste bericht en ga je naar beneden naar de oudere berichten. Ja, vanuit nature werkt dat net even iets lekkerder. Ik merk dat ik dat ook absoluut. Mijn gedachten zitten op die manier. Hè? Dus bovenaan het nieuwste en dan kan ik naar beneden scrollen in plaats van dat we naar boven scrollen. Dat is eigenlijk ook wel zoals we de apps op onze telefoon gewend zijn. Je scrollt continu eigenlijk naar beneden toe. Naar achteren. Dus wil je daarmee aan de slag, dan kan je dat ook proberen zonder de preview. Dan, ook hier vind ik hem weer random, hè. Sommigen hebben hem wel, sommigen hebben hem niet. Maar als je in Teams naar de drie puntjes gaat, die vind je naast je profiel of naast je bedrijfsnaam. Dan heb je daar een schrijfje kanalen 2.0. Dus dan kan je zonder die preview kan je ook kanalen uitproberen. Nou, dat zijn eigenlijk de twee manieren waarop ze aan het doen zijn. Ja, een belangrijke hierbij is wel dat op het moment dat je het schuifje omzet, dat Teams meteen opnieuw opstart. Ja. Daar kwam ik ook helaas achter. Ik zat midden in een vergadering met anderen en ik dacht, hey, kanalen 2.0. Ik zet het schuifje aan, klunk. Toen werd ik eruit gegooid en toen werd Teams opnieuw opgestart. Dus hou daar wel even rekening mee. Doe dat schuifje eigenlijk alleen op het moment dat het jou uitkomt. Ja. Want anders gaat Teams inderdaad spontaan opnieuw opstarten wanneer je denkt van, nou, het komt toch niet heel goed uit. Ja. Eigenlijk zijn we allemaal beta-testers geworden. Ik heb een beetje het idee. Ja. Dat is ook zo, ja, zeker. Er zijn ook een aantal mooie wijzigingen bijgekomen in de chatfunctionaliteit van Teams. Twee wil ik er even toelichten daarvan. De eerste is een chat later verzenden. Wat is het? Ja, de naam zegt het eigenlijk al. Het is het gewoon het later verzenden van een chat, dus inplannen van je chats. Nou, in de Outlook kon dat al een tijdje. Ja, dus dat je zei van nou, ik wil deze e-mail de volgende dag versturen of volgende week of iets in die richting. En bij Teams kan dat nu ook. Volgens mij is het overal al mogelijk om dit te doen. Ja.
En ja, waarom is dat dan handig? Nou, stel dat jij iets andere tijden werkt dan je collega's en je wilt ze niet in de avond of in de ochtend lastigvallen. Of je hebt bedacht van ik wil iemand ergens aan herinneren om iets over de week te doen. Dan is dat een heel mooie manier om dat te doen. Ja, of ik wil morgenochtend de eerste zijn die Elroy feliciteert met zijn verjaardag. Dan zet ik hem als eerste erop. Dan weet ik dat ik het niet vergeet, want dan heb ik het al ingepland. Ja. Nu denkt iedereen dat ik morgen jarig ben. Dat is niet zo. Nee, dat is gewoon een voorbeeld. Ja, een voorbeeld. Ja. Maar wel een goede use case. Ja. Ja. Hij is wel een beetje verstopt, vind ik. Ik wist dat deze eraan zat te komen, maar ik had hem al een tijdje live staan. Ik wist in ieder geval niet dat hij al stond. Wat doe je? Je doet in plaats van dat je op het envelopje of het papieren vliegtuigje drukt, druk je niet met je linkermuisknop, maar je rechtermuisknop. Dan krijg je een pop-upje en dan kan je hem gaan inplannen. Het is nog redelijk basic, hè? Je kiest gewoon een datum en een tijd en dan gaat hij het al versturen. Ja, super handig als je het inderdaad nodig hebt voor bepaalde zaken. Ja, als je hem weet te vinden, dan is het lekker makkelijk. Dan misschien een van de meest gevraagde functionaliteiten van Microsoft Teams. Althans, bij alle klanten waar ik kom, we gaan het over de chat hebben. Ze gaan er een week mee werken. Dan is dit de eerste die ik krijg. Hoe kan ik chats verwijderen? Want je krijgt een heel groot overzicht van chats. En mensen raken het overzicht kwijt. Dus sinds kort heeft Microsoft het mogelijk gemaakt om chats te gaan verwijderen. Voorheen kon je er alleen uitstappen. Dan stapte je eigenlijk uit de chat, maar dan ging je niet weg. En nu kan je ze echt voor jezelf dan verwijderen. Ja, het enige wat je dan wel kon doen is dat je hem verborgen. Verborgen kon je hem zetten. Ja. Als je inderdaad de chat dan uit was, uit de groepschat, dan kreeg je ook geen meldingen meer. Ja. Maar stel dat je een actieve groepschat hebt en je denkt van ik wil voor mezelf het overzicht bewaren en ik verberg hem. Ja, bij elk nieuw bericht kwam die weer omhoog. Ja. Dus eigenlijk is dit heel fijn om gewoon voor jezelf het overzicht echt op te ruimen. Ja, echt eventjes overzicht te maken. Ja. Dus mooi voor de, vond ik al een mooie voor januari ook. Grote schoonmaak beginnen in januari. Schoon beginnen. Zeker, ja. En deze kwam ik ook nog tegen. En ik was hier heel erg enthousiast over. Toevallig omdat wij ermee bezig zijn. En het is een optie die nieuw zit in Teams. En dat heet weergave zonder mappen. En wat veel organisaties mee bezig zijn, is dat ze de overstap maken naar Microsoft Teams. Dan pakken ze eigenlijk hun mapjes op en die donderen ze zo op naar Teams toe. En van daaruit gaan ze weer verder bouwen. Dus wat gebeurt er? Heel Teams staat vol met mapjes. En daar staan bestanden in. Nou, dat maakt het hartstikke lastig om de stap te gaan maken om te werken met metadata. Nou, ik ga niet heel erg induiken op metadata. Mocht je daar geïnteresseerd in raken en je weet nog niet wat het is, stuur ons even een mailtje of bel met Wortel. Of bel ons of stuur ons chat. En dan gaan we het uitleggen. Maar grofweg komt het erop neer dat het een slimmere manier is van je bestanden indelen. Dus niet meer in mappen, maar je zegt eigenlijk over elk bestand wat het is, welke kenmerken je wil meegeven eraan. Nou, om die overstap makkelijker te maken, en eigenlijk in een soort hybride wereld te leven, hebben ze nu die optie weergeven zonder mappen. Ja, dat is eigenlijk een knopje, daar druk je op en vanaf dat moment laat Teams gewoon alle bestanden zien zonder dat ze in mappen staan. En dan krijg je dus één heel overzicht van al je bestanden. Nou, vanaf dat moment kan je heel makkelijk die tags en die metadata toevoegen. Nou, hoe doe je dat dan? Ik heb gezien dat deze ook nog niet voor iedereen beschikbaar is. Dus die moet volgens mij in de komende 2-3 maanden moet die beschikbaar worden. Je gaat naar het knopje alle documenten. Dus je gaat eerst naar de Teams waar je dat wil doen. Dan ga je naar het tapje bestanden. En dan ga je naar het knopje alle documenten. En daar klik je op een knopje alle documenten zonder mappen. Je kan ook weer terug switchen, dus dat is wel heel gaaf. Dus je kan zelf kiezen, stel dat je met collega's werkt die echt absoluut die mapjes willen houden, dan zou je zelf nog in twee werelden kunnen leven. Dus dat is wel, vind ik wel een hele gaaf, mooie nieuwe functionaliteit. Zeker, tof. Ja, en ook heel fijn dat je inderdaad heel makkelijk de switch kan maken tussen alle documenten waar nu het vinkje eigenlijk staat en het verschil tussen beide opties. Ja.
De modus samen. Ja, de together mode. Die kennen we waarschijnlijk al. Dat je samen met z'n allen in een leuke omgeving zit. Bijvoorbeeld een auditorium of dat soort zaken. Nou, die heeft binnen recent eigenlijk een update gehad vanuit Microsoft. Nou, wat is de update? Je kan vervolgens op dit moment eigenlijk kiezen voor welke plaats jij wil als persoon. Dus dan is Microsoft Teams vergadering. Ja, in de vergadering, ja. Dan heb je die together mode. Oh. En het geeft je eigenlijk de mogelijkheid om de deelnemers toe te wijzen. Hoe je dat doet is op de volgende slide. Binnen een Teams vergadering kan je inderdaad kiezen voor de weergave en de modus samen, zoals die in het Nederlands heet. Together mode in het Engels. En dan kan je vervolgens kiezen voor iedereen de modus samen selecteren. Dan ziet iedereen inderdaad die modus. En vervolgens kan je eigenlijk de plaatsen toewijzen. Oh ja, je kan echt iemand een plekje geven van ja. Je moet achterin zitten en jij mag vooraan zitten. Ja, ja. Dus eigenlijk het hoekje, dan kan ik jou daarin wijzen als ik denk van joh, ga jij maar even afkoelen, dan zet ik jou in de hoek. Ah, ja. 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 Nou, dat is misschien ook wel leuk voor wiskundeleraren, als ze dan online zitten, dat ze gewoon iemand vooraan zetten. Hè? Dus dat ze goed moeten opletten. Ja. Nou ja, gezien dit voorbeeld wat je nu ziet, het is eigenlijk een soort collegezaal. Dus als je inderdaad als docent denkt van joh, ik wil toch iedereen zien op de ouderwetse nieuwe manier, ja. dan is dat een mogelijkheid. Ja. Een andere super toffe mogelijkheid, je had het zojuist eigenlijk al over de update in de chat, is bijvoorbeeld videoclip. En videoclip wil eigenlijk zeggen, soms wil je berichten versturen naar iemand, maar je weet de emotie erachter niet of die kan je niet op de juiste manier overbrengen. Omdat ja, woorden, je koppelt daar zelf een emotie aan, maar je weet niet hoe de verzender dat bedoeld heeft. Ja. Nou, er is nu een mogelijkheid om een vrij korte videoclip op te nemen waarin je de boodschap kan overbrengen. Dus als jij het fijn vindt om in plaats van tekst het even via een video te doen, is dat een hele makkelijke manier om met elkaar te kunnen communiceren. Oh ja, cool, ja. Nou, de mogelijkheid zit eigenlijk naast de verzendknop die we zojuist al benoemden, zit daar een videoclip optie. En op het moment dat je die opneemt, kan je daadwerkelijk, zoals je in het voorbeeld ziet, zie je je videoclip die je hebt opgenomen. Je kan eventueel ook nog dingen bewerken, dus aan de voorkant eventueel een paar seconden eraf halen, omdat je toch nog moest niezen of het net eventjes niet helemaal lekker ging. Dus dan kan je eventjes knippen in de videoclip en vervolgens kan je die versturen naar de ontvanger. Super makkelijk om een goede boodschap over te brengen. Ja, ja zeker. En helemaal bij boodschappen die best wel beladen kunnen zijn bijvoorbeeld. Als je de juiste intonatie erbij kan brengen, ja, is dit veel persoonlijker. En veel fijner natuurlijk om dat op die manier te doen. Ja, managers, let op. Goeie tip. Ja. Zeker, zeker. Mesh avatars. Ja. Ja. Mesh avatars. Ja, ik zie ze overal op poppen binnen wordt wel. Ja, ik heb zelf nog niet. Nog niet naartoe gezet. Nee. Nou, eigenlijk hetzelfde met waar Microsoft net bezig is met AI. Waar we het net over hadden. Ja. Hebben we ook de mogelijkheid om in de nieuwe moderne wereld te stappen. Wat eigenlijk Web 3.0 is. Dus de digitale wereld. Ja. En de eerste stap is eigenlijk wat Microsoft Teams daarmee doet, is de Mesh Avatars. Ja. En dat wil zeggen, dat is eigenlijk een digitalisering van jezelf. Maar je kan daar ook een hele eigen invulling aan gaan geven. Ah, ja. Dit is het meta universum waar we in stappen, ja, toch? Ja. Ja. Ah, okay. Ja. En het mooie is dat je inderdaad, zoals hier in het voorbeeld, allerlei zaken kan gaan doen. Je kan ook meerdere avatars aanmaken. Dus dat wil zeggen dat je uit verschillende kan kiezen afhankelijk van wat jij graag wil. Ik heb bijvoorbeeld een avatar die gewoon op mij lijkt, maar dan de digitale versie is. Maar ik heb er bijvoorbeeld ook eentje met een Wortel face mutsje op. Dus als ik een leuke call heb met een klant of iets dergelijks, dan heb ik een leuke facehoed op in Wortel kleuren. Nou, het mooie is dat op het moment dat je die selecteert, dat je ook daadwerkelijk de avatar kan besturen met bepaalde emoties en reacties die je daarin kan geven. Hoe doe je dat besturen dan? Dat kan via dezelfde optie als waar je de avatar selecteert. Oh ja. Daar krijg je ook een menuutje en dan kan je allerlei dingen selecteren zoals je nu op het scherm ziet staan. Bijvoorbeeld zwaaien of inderdaad denken van wow, dat is geniaal. Of de DAP, die zit er ook de in. De DAP zit er ook in. Ja, dus ook voor Gen Z zit er wat in. Ja, ja, dat is echt super, super tof. Ja, en volgt hij dan je bewegingen? Is dat het idee? Dat nog niet helemaal. Het is echt het beginstadium
van de metaverse. En op basis daarvan, wat hij wel doet, is dat hij jouw lippen al volgt. Okay. Dus op het moment dat jij aan het praten bent, zal je de avatar ook zien dat hij de lippen en dergelijke beweegt. Ah, ja. Maar dit is echt de eerste stap. Ik vermoed dat ze hier nog veel verder in gaan ontwikkelen de komende periode. Ja, oké. Okay. Ja, leuk. Ja, en zeker als ze, nou, stel dat er op een of andere manier is dat je, ik weet niet, strontverkouden bent of even je haar een keer niet hebt gedaan. Dat is een mooie manier om dat te verbloemen, toch? Ja. Volgens mij is dit de laatste tip. Dit is hem inderdaad. Wel de belangrijkste. Ja, de belangrijkste. Ja, er was al een teaser natuurlijk op LinkedIn geplaatst. Van joh, we hebben nog een leuke afsluiter met alleen die twee emoticons. Games for Work. Yes, eindelijk. Yes. Spelletje spelen. Er is een mogelijkheid, en dat heeft Microsoft dus recent aangekondigd, om Games for Work te spelen. En dat geeft je eigenlijk de mogelijkheid, ook vanuit het hybride gedachte. Mensen komen minder bij elkaar en zijn wat meer op afstand. En juist om die teambonding te krijgen met je collega's, teambuilding eigenlijk, zijn Games for Work geïntroduceerd. En daarmee kan je eigenlijk heel simpel gezegd spelletjes met elkaar spelen. Dat is fantastisch. Noem het Games for Work en je kan gewoon lekker spelletjes spelen op werk. Ook als simpel Microsoft. Ja, en dan kan je gewoon die agenda zetten van teambuilding activiteiten. Ja, teambuilding, ja, zeker. Ja. Nou, er zitten een aantal spellen in, zoals bijvoorbeeld een mijnenveger of een Word-spel waarin je woorden en dergelijke kan raden. Ik heb dit bijvoorbeeld met een collega al uitgetest. Mijnenveger ben ik niet heel goed in, dat ben ook al, heb ik al ontdekt. Het zijn wel echt de klassiekers, hè? Dit. Ja, het zijn echt de klassiekers. Ah, ja. En het is nu een preview, dus het is een pilot. Ja. Microsoft test het gewoon even uit. En ze vragen ook proactief om feedback, dus probeer het gerust uit. Binnen een teamsvergadering kan je de app toevoegen, dus op het plusje drukken. En vervolgens zoeken naar games voor op het werk. Ja. Op basis daarvan kan je dus de spellen selecteren en die kan je dan vervolgens met elkaar gaan spelen. Ja. Nou, mocht je feedback daarop hebben, ik heb al bijvoorbeeld feedback gegeven over een aantal spellen die je bijvoorbeeld zou kunnen toevoegen. Halo. Nee? Nee, dat is misschien niet echt veel werk. Maar ik heb bijvoorbeeld een galgje en dat soort zaken die je bijvoorbeeld zou kunnen toevoegen. Wat op een hele leuke manier je alsnog met elkaar de teambuilding kan gaan doen. Ja, leuk. Ja, moeten we zeker. Maar wij hebben het nog niet gedaan. Nee, nee. Moeten we even. Nou, gaan we zo meteen even doen. Ja. De agenda. Waren de tips volgens mij voor. Voor januari. We hebben een drukke agenda. Zeker. Je mag hem een aantal keren doorklikken, want dan gaan we er in één keer doorheen. Top. Nou, wat je zal zien is dat we de komende periode. Oh, dat is één te veel. Wat je ziet is dat we de komende periode een aantal evenementen hebben, met name gericht op het security deel. Security Zero Trust, onder andere op 12 januari. Op 24 januari hebben we beveiliging in 7 stappen. Maar ook de Zero Trust die weer op eind januari wederom zijn intrede doet. Ja. Mocht je daar interesse in hebben, kijk even op onze website naar de agenda en schrijf je vooral in. Ja, schrijf je in we zien je daar, denk ik, toch? Ja, aantal weggevers vanuit onze kant. Op wortel.nl/evenementen vind je ook de evenementen terug. Een van de dingen is natuurlijk de NIS 2.0. Dat zijn de nieuwe gegevens waaraan wij dienen te voldoen. En hoe je daaraan kan voldoen, de nieuwe richtlijn daarin. Ja. After the Hack hebben we het de vorige keer ook al over gehad. Maar er zijn weer nieuwe afleveringen. Wij zitten natuurlijk ook niet stil. Dus daarin kan je heel makkelijk en snel eigenlijk op diverse podcasts en dergelijke het terugluisteren. Diverse platformen. En wij van WC Eend, daar sluiten we natuurlijk even mee af. Ja. De brochure voor Digitaal Vitaal vind je ook op onze website. Ja, want hoe ga je nou al die leuke tips gebruiken om gebruikers mee te nemen in de verandering naar de cloud? Dat doe je met Digitaal Vitaal. Ja. Absoluut, zeker. Ja. Het volgende webinar, die staat met een sterretje erbij, gepland op 4 april 2023. Dus dat is over een drietal maanden. Ja. Wij verwachten dat dat op 4 april zal zijn. De planning is nog niet definitief. Nee. Maar gezien wat wij in de vorige periode hebben gedaan, verwachten wij hem op 4 april. Als je bent aangemeld voor de webinarreeks, krijg je sowieso de uitnodiging weer binnen om lekker deel te nemen om 11 uur. Ja.
En mocht die anders zijn, dan zullen wij daar ook over communiceren. En er zal gerust op LinkedIn ook nog het nodige over worden gecommuniceerd. Zeker weten. Mocht je nog vragen hebben, nogmaals onze e-mailadres, chat of mail ons. En dan komt het goed. En mocht je dit op YouTube bekijken, like, subscribe, dat soort dingetjes. Comment. Ja, ja. Hebben we nog openstaande vragen, Kilian? Of zijn we dit keer echt zo duidelijk geweest dat er geen... We zijn hartstikke duidelijk geweest. We hebben geen vragen. Alright. Ja, ja. Nou, dan rest ons niks anders dan jullie een mooi 2023 te wensen. En tot de volgende keer. Superfijn, dank jullie wel. Tot de volgende. Tot de volgende. Hoi.